De brand die vanochtend woedde bij het BOG heeft het gebouw waarin de administratieve dienst gehuisvest was, compleet in as gelegd. President Chandrika Prasad Santokhi heeft zich vanmiddag georiënteerd op de plek des onheils. De brand begon rond 3:30 in de ochtend. Ook de ruimten van de exit screening en de swap unit van het BOG zijn afgebrand. Verder hebben 2 personenauto's brandschade opgelopen. De bestuurders waren tijdens de brand niet ter plaatse. Het staatshoofd gaf aan dat het een zware klap is voor de regering. Daarom ben ik mij persoonlijk komen oriënteren. We zo snel als de regering willen weten wat de oorzaak is van de brand, beide branden. Op basis van de constatering van de oorzaak beleid te gaan ontwikkelen. En ook alle speculaties die er mochten ontstaan, om die ook allemaal te ontzenuwen. Of aan de hand van brandoorzaken die vastgesteld gaan worden, gerichte aanpak ook te gaan initiëren. Daarna moeten we opruimen, dat we zeggen het personeel gaat voorlopig hier niet kunnen werken. En de minister heeft opdracht gehad om met een crisisplan te komen waar het personeel ondergebracht kan worden, die richtlijnen gaan komen, de informatie gaat komen en vervolgens plan maken voor het opzetten van een modern BOG-gebouw. Zodat we met de brand gaan naar een ontwikkeling van de BOG in moderne stijl. Volgens de waarnemend directeur van het BOG, Rajesh Ori, zullen de vitale diensten die getroffen zijn door de brand zo snel als mogelijk weer operationeel worden gemaakt. Het staatshoofd zal een commissie instellen om het plan van aanpak te realiseren. Hier is nog alles heel, er is niets gebeurd hier. Boven was eigenlijk andere IDB en malaria-programma hadden wat spullen nog hier. Dan ga je meer naar achteren, had je de secretariaten, had je interne controle, personeelszaken, financiële zaken. Je had meldkamer beneden, magazijn beneden, hierboven ook een magazijn. Vooral de ambulance, een heleboel dure spullen daarin. En meer naar achteren had je ook nog magazijn bevoorraden. Dus meer administratieve diensten en logistieke diensten. Die waren hier in dit gebouw. Maar wat? En waren de zaken wel gedigitaliseerd? Personeelszaken, niet alles. Is het een beetje werk voor jullie? Ja, het is werk. We gaan kijken wat er nog, je weet, we zijn een afdeling van volksgezondheid. We gaan kijken wat we kunnen terugvinden op het hoofdkantoor. En dan proberen we weer vooral de PD's van de personeelsleden, die moeten we compleet hebben. Rajesh Ori, waarnemend directeur van BOG. De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.